Yo mensen van Ronski, welkom. Eerst en vooral een beetje sorry dat het zo lang geleden is dat ik upload heb. Een beetje twee redenen. Ik voelde me niet zo super goed in mijn vel de laatste tijd. En ten tweede, ik heb ook niet echt veel zin gehad vooral. Daarnaast heb ik de grote lamp aangestoken, want mijn bureaulamp hier is dus gewoon... Ja, er is dus een magisch ding gebeurd. Dit is een draailamp. En deze is op magische. Ik was dus aan het game. En plots viel deze eruit. I don't know hoe dat kan gebeuren, maar... Deze fucking lamp werkt niet meer. En deze was like de main source ook van mijn belichting. Als ik in het donker opnam of zo. Maar vandaag gaan we kijken naar... When you can feel the fail. Met andere woorden... It hurts your feelings. Wat was dat fucking fail? Dat was niet eens een fail. Hoezo was... Sorry. Man in een boot. Sterk. Ja, ik heb nog geen fails niet gekomen dat ik voelde, maar hij was wel sad. Though. Ja. Ik heb dus een vraag aan jullie. Ben ik de enige die, sinds dat hij like, ouder geworden is, niet meer op achtbaan kan of zo? Het ding is, vroeger, als je vroeger hebt zo van die schommelende piratenschepen en zo, die zijn niet meer schommelen. Vroeger kan ik dat legit, like, 8 à 10 keer op of zo, like, straight achter elkaar, zonder dat ik überhaupt misselijk werd. Nu is een tweede keer echt, like, te fucking veel. Ik ben ook zo iemand die... Als ik op mijn bureaustoel zit en niemand vindt dat grappig... Het komt erop neer, ik ben niet graag rond te draaien. Ik ben gewoon niet graag zo... Mensen die me toeren draaien. Zo, like, achter 5 toertjes op mijn bureaustoel ben ik fucking misselijk. En nee, we gaan dat niet doen voor de video, anders... Anders moet je hier al stoppen. Hier spreekt editor Aaron. Aaron is dronken geworden. Omdat hij toch heeft gedaan... De beelden zijn afschuwelijk, dus deze kunnen we niet tonen. En daarom verwijs ik jullie graag door naar... www.helpaaron om te recoveren van zijn hersenschudding die hij zelf veroorzaakt heeft. B. Deze voel ik niet, maar ik vind deze wel grappig omdat. Why? Dat brengt mij op een fantastische anekdote. Deze twee piñata slaan. Leuke anekdote. Ik zal het schetsen. Dit is de zaal. Ik kan niet zo goed. Ik weet niet zo goed met paint, dus ik ga het simplistisch. Schetsen. Dit is de zaal. Dit is like, hier heb je de bar, inkomhal, andere deur. Dus hier heb je zo de bal, deur naar buiten hier. Hier heb je het podium. Hier waren er wat zitplaatjes. Hier een tafel met een taart. Ja, hier heb je zo de dansvloer. Zo dan. Als het een beetje duidelijk is. Oké. Op een gegeven moment is het moment dat het meisje haar... het meisje mag... Ik had een piñata voor haar verjaardag. En ze mocht erop slaan. Dus hier ergens is de piñata. Alle mensen staan hier zo te kijken. Ja, oké, okay, meisje staat hier te slaan. En het lukt maar niet om de piñata kapot te maken. En op een gegeven moment mag Quinten, die van mijn vakantievlogs en al kennen jullie wel, wacht op de piñata slaan. Dus hij doet de blinddoek aan. Hij slaat er een paar keer naast. Hij denkt dat hij zelf bijna iemand sloeg, weet het niet meer. Maar op een gegeven moment slaat Quinn op die piñata. En die piñata krijgt alle force naar links, recht in dat fucking taart. Dus die... En dat was een taart met een foto en al. Dus die taart was gewoon fucking kapot. En Quinn dat de piñata was al kapot ook. Maar Quinn dat die piñata recht in die taart. Dus dat was zeer mooi. Your scorpion feels so painful you feel them. Ai, dat is... één woord. Pain. Ai, dat doet pijn. Oké, voorlopig goed begon. Ja, die zag er nog niet zo pijn. Wow, what the fuck. Ja, ik hoef geen slow-mo hoor. Zo pijnlijk was deze niet.
Er is ook iets. Er is ook gewoon iets met turn en pijn. Zijn er turnmensen of zo die geen pijnervaring? Waarom is turn zo pijnlijk? Schaf dat af als sport of zo. Petitie om turnen af te schaffen als sport. Oh, dat zag er ook zeer pijnlijk uit. Vooral omdat hij... Heeft hij sliffers aan? Ah nee, hij heeft gewoon bol... nee, oké. Okay. Ik dacht dat hij sliffers aan had, want er is ook iets in mijn gedachten dat... Blote voeten worden bij mij vaak geassocieerd aan pijn. Een blote voet is gegarandeerd pijn. Oh nee, ze gaan veel te snel. Oeh, wat heeft een helm aan? Zal wel nog. Should be fine, I guess. Does that feel good? Does that feel... Aha! Great question. Waarom zou je dat vragen? Does that feel good? Of course not, you silly k***. Oh, ik mag dat niet zeggen. Maar hey, nu kan ik mijn video markeren als niet voor kinderen geschikt. Sterk. Die man heeft zelf niet eens op zijn bord kunnen gliden. Ah, nee, dat gaat... Nee. Ik herken ook in die mensen zo zatte mensen die iets doms doen om vervolgens dan super hard te lachen en zeggen dat ze geen pijn hebben. Om dan s'avonds in hun bed zo erachter komen dat ze hun neus gebroken hebben ofzo. Ik kan echt totaal niet tegen dat geluid van piepende schoenen. Maar echt niet, ik krijg daar koude rilling van. Heeft hij nu recht? Heeft hij nu sneeuw wel in zijn mond gekregen of zo? Kan je kijken. Ah, gewoon tegen zijn gezicht. Ik dacht dat hij recht in de mouth was. Zou wel grappig zijn. Oké, maar ik wil ook zo'n zwembad. Ik weet niet wat deze weird angle is, though. En wat deze kleuren combinatie. Wat is dit? Wat is de kwaliteit van deze video? Wat is de kleurencombinatie van deze video? Wat is de angle van deze video? Deze video... De video zelf is meer pijn dan wat er gebeurd is uiteindelijk. Ik bedoel... mooie golven, hè? Oké, dat maakt het eigenlijk niet beter dan ik zei mooie golven. Zo, jongetjes en meisjes. Ik denk dat we wel... redelijk wat fails te zien hebben. Volgende keer kunnen we dat wel nog een keer doen. Ik denk ook dat we wat meer afstappen van gamecontent en meer wat zo video's weer gaan maken. Ik vind dat ook wel leuker. En de opnames duren net iets minder lang. Het is leuker om te editen vooral ook. Want een gamevideo heb ik soms een opname van een uur om dan er vervolgens een video van 15 minuten van te maken. You get it. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. Ik zie dat we goed gaan met de subs. En tot de volgende keer. En hopelijk weer meer weer met Frank de Bozere.